Hallo kijkers van ShineSprites, ook bij een gloednieuwe aflevering van Professor Layton en de erfenis van de Azran. In deze aflevering gaan wij waarschijnlijk Bronev ontmoeten. Aurora, is alles goed met je? Ja, het gaat wel, maar de kracht is ontzettend sterk hier. Kun je nu meer herinneren? Ja, iets van mijn missie, heel lang geleden. De herinnering voelt anders dan mijn recente herinneringen met jullie. Het voelt vertrouwd en tegelijk ook angstwekkend. Geen zorgen, Aurora, wij letten op je. Dank je, Luke. Professor, ik zal mijn best doen mijn rol als boodschapper van de Azran te vervullen. Dat is fijn. Mijn buren, ik heb mijn deur dus openstaan. Ik denk dat mijn buren echt denken van, wat de fuck is die jongen aan het doen? Misschien dat ik mijn deur straks even dicht moet doen. Ik denk dat we gewoon tegen de toren moeten praten dan. Ja, blijkbaar wel. Oké. Dit is wat hier staat geschreven. We hadden het toppunt van de beschaving bereikt. We bezaten onbeperkte kennis. Wat leerden we hiervan? Dat geheim wordt bewaard door de afgezant. Als haar hart doorboord wordt, zal het geheim worden onthuld. What the fuck? Dit zal voor verlichting zorgen. Onze laatste erfenis behoort dan aan de wereld toe. Een laatste erfenis? Wauw, dat klinkt behoorlijk groot. Als je het mij vraagt. In zekere zin, wellicht. Het is moeilijk te zeggen, maar ik vrees dat de Azraanse erfenis geen zegen is, maar een bedreiging. Dat klinkt onheilspellend. Wellicht verandert de aard van hun erfenis afhankelijk van onze acties. Interessant, dus het zou zowel goed als slecht kunnen zijn. Wat denkt u dat Bronev hoopt te vinden? Een schat? Wapens? Ik heb geen flauw benul, maar we hebben al gezien dat de Azraanse technologie in staat is om het klimaat en getijden te sturen. Wat deze erfenis ook is, we kunnen ervan uitgaan dat het enorm krachtig zal zijn. En hoewel ik niet weet wat Bronev wil bereiken, is het duidelijk dat hij deze kracht voor zijn eigen doeleinden wil gebruiken. Laten we ons haasten. We mogen het laatste ei niet in handen krijgen. Of in Bronev's handen laten krijgen. Dit is de deur van Bronev's kantoor, denk ik. Hier is nog een lift. Het lijkt erop dat deze ons... Oh, dat is een lift, was niet Bronev. Ons verder naar de bovenste verdieping zal brengen. Oké, laten we die nemen. Professor, die lift wil niet open. Kijk, hier is een soort controlepaneel. Het lijkt erop dat we code moeten invoeren om de lift in beweging te brengen. Nou, dan doen we dat toch? Gewoon even een puzzeltje op. 10 knoppen. Dat zijn er niet 11. Oh, dat zijn meer dan 10 knoppen. Het bedieningspaneel van deze lift heeft 25 knoppen. Waarvan je er 10 moet indrukken om de lift te activeren. Daarnaast... naast de rijen en kolommen staan getallen die aangeven hoeveel knoppen er in die rij of kolom moeten worden ingedrukt. De rijen met kolommen 0 moeten geen knoppen worden ingedrukt. Kies zorgvuldig en druk de 10 knoppen in om de lift te activeren. Dit zijn wel leuke dingen, dus die allemaal niet en die allemaal niet. Hier 4, maar dus deze weten we zeker dat die ingedrukt moeten worden. Dus dat is al interessant. Hier maar 1, dus die allemaal niet, dat is duidelijk. En die allemaal niet, dus deze weet je ook zeker. Gaat al goed, gaat al goed. En hier 4, dus deze al hier. Dan daar even kijken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dan zou er nog 1 knop ingedrukt moeten worden. 2, 0, 4, 1. Dus die klopt al. 4, 0, 3, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. Er moet nog ergens een knop ingedrukt worden. Waarschijnlijk hier. Dit is hem, denk ik. Dat was een behoorlijke opgave. Easy peasy, lemon squeezy. En dat is dat. Anders werden we gewoon neergeschoten, wat fuck. Zo, nu kunnen we naar boven gaan. Doen we dat. Zitten we weer in de lift. Het verbaast me dat iemand een toren bouwt zo, die groot genoeg is om een enorme Azraanse zaal te omhullen. Bronev wil hiermee ongetwijfeld aantonen hoe rijk hij is. Een doorzichtig en smakeloos streven. Ik had me nog niet eerder beseft hoe belangrijk de Azraanse beschaving was. Ik vraag me alleen af, als iemand het mysterie van de Azran oplost, wat gebeurt er dan met mij? Ik weet dat je ongerust bent, Aurora, maar we zullen vast meer weten als we met Bronev hebben gepraat. Ja, je hebt gelijk. Het ziet er wel uit als een deur van Bronev's kantoor. Dit moet Bronev's kantoor zijn. Dat zeg ik. Oei, het ziet er nogal onheilspellend uit. Het ei ligt achter de deur. Uitstekend, laten we dan snel doorgaan. Professor Herschel Layton, u bent hier om de baas te spreken. En wie bent u dan wel niet? Mijn naam doet er niet toe. Ik beslis of jullie de baas hun tijd waard zijn. Moet u niet op jacht naar ontsnapte gevangenen? Die zielige archeoloog? Dat is maar een pionnetje, een verspilling van mijn energie. Ik ben meer geïnteresseerd in u en uw vaardigheden. Laten we uw resultaten eens bekijken. Snel nu. Maak het lastiger dan dat het al is. Wat? U heeft nog niet eens 75 puzzels opgelost en u denkt dat u de baas de tijd heeft voor iemand met zulke sneuwe resultaten? Laat me niet lachen. Scheer je weg. En denk er niet aan om terug te komen voor u minstens 75 puzzels heeft opgelost. Ik wil eigenlijk terug naar... Oh, ik moet helemaal teruglopen. Dat is very sad. Moet de puzzel gaan oplossen. Gelukkig is het niet heel ver lopen, zie ik. Dat valt me echt wel heel erg mee. Nou, Kiet. Geef me een rij met puzzels. Miauw, miauw. Ricky. De skillpad. Puzzel 8, nice. Ricky de Rooie wil zonnebaden op een bevroren meer. Hij heeft een mooie plek, maar hij heeft hulp nodig om er te komen. Kleine schildpadden als Ricky schieten weg zodra ze worden geraakt, maar grote verroeren geen vin. Oké. Tenzij ze geraakt worden door Ricky of een ijsblok. De ijsblokken bewegen alleen als hij ze verplaatst. En vullen elk gat op waar ze invallen. Oké. Ah, got it. Oké. Oké. Oh. Zo, ik denk... Oh. Ja? Kabooming! Ik ben tot de volgende conclusie gekomen. Dat is één van de puzzels. We moeten tot 75 puzzels komen, dus we moeten best wel puzzels op gaan lossen deze aflevering. We zitten nu op 64. En we moeten dus nog 11 puzzels doen. Oké. Vissende vrienden. 3 vrienden, A, B en C, zitten aan de rivier te vissen. Een goed oplettende visser houdt hen in de gaten en zegt: een van deze heren heeft een laars gevangen, een ander een blikje, maar de derde heeft een behoorlijk grote vangst gedaan. Degene die de laars ving zit naast degene met de grote vangst, maar B heeft de laars niet gevangen. En ik weet 100% zeker. Wie heeft de grootste vangst gedaan? Oké. Degene die de laars ving zit naast degene met de grote vangst, maar B heeft de laars niet gevangen. Dan, als B de laars niet heeft gevangen, dan is hij toch altijd degene die de grote vangst heeft. Dit zou het moeten zijn. Ja. Deze was wel heel makkelijk. Die puzzel is me goed bevallen. De grote vangst was een wielband. Nice. Of een autoband, bedoel ik eigenlijk te zeggen. Oké. Bezorging in balans. Een meisje wacht op een clown die haar balanceert op een bal bloemen komt brengen. Een meisje wacht op een clown die haar gebalanceerd op een bal bloemen komt brengen. Aan jou de taak om hem naar haar toe te leiden. Wijs 4 commando's over een vakje springen, vooruit, rechtsaf en linksaf toe aan de symbolen. Ah, oké, got it. Laten we dit eens proberen. Even kijken hoe ver die nou komt. Dan zou die naar links gaan. Naar rechts gaan. Naar links gaan, rechtdoor. Dus dit kan al niet. Dan doen we het zo. Nee. Zo. Dan zou je naar links gaan. Rechtdoor. Naar rechts gaan. Jumpen. Rechtdoor. Rechtdoor. Naar rechts gaan. Naar rechts gaan. Jumpen. Rechtdoor. Naar links gaan. Naar links gaan. Rechtdoor. Naar rechts gaan. Naar rechts gaan. Jumpen. Naar links gaan. Naar links gaan. Jumpen. Rechtdoor. Rechtdoor. Naar links gaan. Naar links gaan. Naar rechts gaan. Naar Dit is hem. Booming. Hopelijk heb ik het bij het rechte eind. Die puzzel deed me goed. Ik ben een puzzelmaster. Zwartrijders. Oké. Zwartrijders, oké. Een tijdje geleden hadden we de taak waarin 3 voortvluchtige schurken per trein wilden ontsnappen. Een zaak, oké. Ze gingen elk een andere wagon in, maar geen van hen zat in de voorste of de achterste. Ons plan was om ze te arresteren door 1 agent in de wagon te plaatsen waar de schurk zich ophield. Eén in elke aangrenzende. Uiteindelijk lukte het ons ze te arresteren met het kleinst mogelijke team. Uit hoeveel agenten bestond het team? Ze gingen... Ja, hoe weet je hoe groot de trein was? Voorgelukkig de trein wilde op elk in een andere wagon zitten, maar geen van hen zat in de voorste of in de achterste. Ons plan was om ze te arresteren door 1 agent in de wagon te plaatsen waar een schurk zich ophield, 1 in elke aangrenzende. Uiteindelijk lukte het ons om ze te arresteren met het kleinst mogelijke team. Maar je weet niet hoe groot de trein was, toch? Je hebt 1 agent nodig voor elke wagon waar een schurk zich inschuilt. Dus dat plus 1 voor elke wagon daarnaast. Zou dat kunnen betekenen dat 3 agenten nodig per schurk? Dus 9 in totaal. Maar was het echt zo eenvoudig? Wat als je steeds een lege wagon tussen de schurken zat? Als je een agent in de wagon zet, bemant hij tegelijk de wagon voor de ene schurk. Ah, ja. Dus dan zou je met z'n 7 zijn. Oh, deze is niet makkelijk. Niet met z'n 7, oké. Ai, dat ging niet zo goed. 2, 3... Tijd om te laten zien wat ik in huis heb. Ik snap er niks van. Ik ben nu gewoon maar aan het gokken. Nou zeg. Oh, het minst mogelijke team. Dus dan is het 5. Want dan heb je... Stel, ze zitten alle 3 naast elkaar. Dan heb je 1 ervoor en 1 erachter. Got it. Dit is het. Tijd om te laten zien wat ik in huis heb. Ja. Ik snap hem nu, hè. Kom maar op met de volgende. Precies, got it. Boodschappenspurt. Oh jee. Deze vrouw heeft een jaar lang haar munten van 1 cent opgespaard en gaat nu flink boodschappen doen. Vanaf de ingang van de supermarkt is ze de hele winkel doorgelopen en heeft ze 14 dingen gepakt. Elke cent van de 5000 die ze heeft meegenomen, heeft ze uitgegeven. Ze heeft van elk product maar 1 exemplaar gepakt en geen vis of paddenstoelen genomen. Welke route heeft ze afgelegd in de supermarkt? Ja, die sowieso. Nou, we proberen wel gewoon wat. Zo. Nu mis ik nog 240. Dit was hem ook niet. Gebruik ook te veel. Die sowieso. Dit is het allemaal niet, hè? Even een hintje gebruiken. Kijk eens naar waar de vis ligt. Als je bedenkt dat de vrouw geen vis heeft gekocht, dan hoeft ze ook geen eieren te hebben. Kunnen ze ook geen eieren kopen. Nee, daar was ik al uit. Als begin van de route heeft ze dus na de aardappelen, wortels of de aubergines gepakt. Joh. Naast de tomaten legt de vrouw nog 3 soorten fruit in haar winkelwagentje. Oké, dus... Nu heeft ze 3 soorten fruit. Got it. Wat als ik dit doe? Je booming. Luke Triton, tot uw dienst. Spoedreparatie 2. Ah ja, dit zijn wel leuke puzzels op zich. Die moet denk ik hier. Deze zou kunnen. Oh, daar moet die uitkomen. Ah, oké. Even kijken. Zou je bijna zeggen dat dit het einde is, als ik zo naar de rest van mijn stukjes kijk. Dit hoeft natuurlijk niet, hè? Dus die kunnen we ook zo. Oh, dit klopt. Ja, dat kan wel nog steeds. Kijk, dit kan ook. Goed om te weten. Kijk, dit ziet er goed uit. Tadaa! Ik ben zo'n puzzelmaster. En dat is dat. En dat is dat. Kroonjuwelen. Dat zijn juwelen die je op je kroon doet. Dat is niet waar. Of misschien in dit geval wel. Ja, in dit geval wel. Een van de mooiste juwelen in mijn koninklijke collectie is zo kolossaal en kostbaar dat ik dacht dat ik hem het beste op mijn hoofd kon bewaren. Helaas is de steen zo onvoorstelbaar groot en zwaar dat de kroon waar hij is ingezet nu absoluut niet meer te dragen is. Ik zal dit vorstelijke hoofddeksel meer met plezier geven aan degene die mij kan vertellen hoeveel juwelen hij bevat. Deze koninklijke uitdaging aan. Oh, dat gaat wel snel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Oh, fuck. 4 is 8. En dan vanaf hier. 1, 2, 3, 4. 16, 17? Denk ik? Dit zou het moeten zijn. Hier moet ik me nog eens over buigen. En 8 is 16, die bovenop is 17. Zou... Ik ga voor 18. Dit is mijn antwoord. Dan is dat grote rode in het midden ook een juweel. Dit is de sleutel tot succes. Oh ja, dat dacht ik al. Ja, maar dat kan je niet weten, hè? Maar... het zal wel. Ik wil je bedanken voor het kijken van deze aflevering. Vond je dit nou een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. Dan zie ik je heel graag bij de volgende aflevering van Professor Layton en de erfenis van de Azran. Adios, amigos.